jullie tegenaan zitten te kijken. Word jij gewoon helemaal ontroerend van. Nee, ik kan je helemaal opvegen. Gaan we je moeder zijn? Yay! Oké, ik ben er. Ik heb een big smile op mijn gezicht, maar ik ben eigenlijk heel erg geïrriteerd. Laat ik het daarop houden. Hele goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is zondag en we vieren vandaag het feestje van Karim. Ja, hè? Heb je er zin in? Ja. Goed zo. Zinkjes er ook, hè? Ja, zinkjes er ook. Nou, straks komt de visite en dan gaan we het gezellig vieren, toch? Kijk, want deze gaat kleuren vuur geven. Wat een gekke kleurenvuur. Ja, het is een kleuren, ja, fontein. Volgens mij heet dat zo. Want komen kleuren aan. Ja. Oh. Oh. Nee. Hey. Een gefilmd, hè? Maar het was chaos. Dus we zijn allebei aan het schoonmaken. Een hele goede morgen. De maandagochtend rush en snel op school komen. Het is 8:55 en ik ben een beetje aan het racen naar school om zo op tijd in de klas te krijgen. Het is altijd een struggle hoor, om op tijd in die ochtend naar school te komen. Ik hoop dat ik niet de enige mommy ben die hiermee struggelt. Ja, het is maandagochtend en het betekent dat ik weer lekker aan het werk ga. Ik heb vanochtend eerst een afspraak buiten de deur, want jullie herinneren je het vast nog. Oh, de camera valt bijna om. 2 weken geleden, of inmiddels 3 weken geleden, waren we in de studio om video's op te nemen voor dus. Nou, dat ging niet helemaal goed net. Mijn batterij was leeg. Dus ik heb even de batterij verwisseld. Maar die bleek ook leeg te zijn. Dus nu hebben we hem iets opgeladen. En dan hoop ik dat hij in ieder geval nog even meegaat dat ik weer terug in de praktijk ben. Ik heb de lader mee, dus dat komt helemaal goed. Waar was ik gebleven? We waren dus naar een studio om dus opnames te doen voor het productenmerk. En daarbij hebben we how to use video's gemaakt. Alleen die hebben we zo opgenomen dat we niet ieder product zeg maar helemaal opnieuw alle stapjes moesten gaan filmen. Waardoor de jongen eigenlijk helemaal in de war is geraakt qua volgorde. En we op qua mailen heen en weer er gewoon niet uitkomen in welke volgorde die video's nou geëdit moeten worden. Dus wij gaan richting Almere. Ik en Sukaina vandaag staan voor de deur bij de praktijk. Ik ga haar ophalen. En dan gaan we richting Almere. En dan gaan we even
de volgorde fixen van die video's. Gisteren kwam natuurlijk de vlog online van waarin ik natuurlijk vertelde van nou, hè, we krijgen een eigen productenmerk. Super stom. Ik had het natuurlijk continu over paramedisch cosmeceutical. Niet iedereen begrijpt wat dat is. Maar dat ga ik jullie deze vlog uitleggen. Voor nu houden we het even op een productenmerk. Een huidverbeteringsproductenmerk. Hou het daar maar even op tot ik verder ga uitleggen hoe of wat. Ik ga dus even Soekaina halen. En dan gaan we rijden. Oh, ik moet jullie even uitleg geven over wat hier aan de hand is. Ik heb gisteren mijn haren gestyled. Je voelt hem al aankomen. Normaal gebeurt het wel eens, denk ik 1-2 keer gebeurt, dat je de stijltang in je nek krijgt. En dan lijkt het net alsof je zo'n paarse vlek hier zo hebt. Ik heb dit dus gisteren hier gehad. Ik was met een pluk hiervoor bezig. En ik keek om en ik ging tak. En ik ging dus tak tegen mijn kin aan. En gisteren leek het allemaal nog niet zo bijzonder. Maar in de loop van de verjaardag werd het steeds erger en erger. En kwamen de blaasjes. En nu heb ik 2 fikse brandwondjes. Dus flink met de antistressmasker eroverheen. En dan hoop ik dat die binnen een weekje weer hersteld is. Dus dan weten jullie waar jullie tegenaan zitten te kijken. Een brandwond van de steltang. Kijk nou hoe leuk. Glamour is 15 jaar. En ik krijg dus van de redactrice, die ken ik, Anke. Krijg ik een hele verjaardagsbox. Hoe leuk is dit? Echt mega cute. En toen waren we ineens in Amsterdam. Het gaat echt van hak op de tak vandaag. Maar we hebben het heel, heel druk. We zijn onderweg naar Roosje, de coach. En ik neem de meiden van de marketing mee. Nikita, die komt straks ook. Dus we gaan gauw naar binnen. Want we hebben... We hebben 4 november lancering. Ja. Dan moet de website live. Ja. Ja. Dan moet het merk al staan. Dus eigenlijk. Dus de verlenging van elkaar. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Het moet allemaal tegelijk af. Jullie zijn vakvrouwen als je het niet. Zij heeft iets wat jij nodig hebt. Toch? Goed, dat moet je halen. Als we het over tijd hebben, als je kijkt naar hoe tijd is bedoeld. Dan zien wij tijd als een lineair beginsel, ochtend, middag, avond. Maar eigenlijk is tijd een dimensie waarin je je verhaalt. Oh, Cookie! Oh. Hallo! Hey! Mama, oh. Is mama thuis? Oh. Ja, mama thuis! Oh, knipje! Good morning, good morning. Het is de volgende dag. Gek genoeg slaapt ze eentje nog. Het is bijna 8:10. Wij moeten met 5 minuten weg zijn. Want Kirim heeft vandaag gym. En als Kirim gym heeft, dan moet hij 8:15 op school zijn. Altijd wel een beetje vervelend, want Amir heeft dat niet. Dus die is dan extra vroeg op school. Maar goed, dat is even niet anders. Maar Zintje, die slaapt nog. Ik snap niet hoe, waarom. Waarschijnlijk is hij vannacht wakker geweest. Maar hebben we hem niet gehoord, want anders dan lijkt het me niet dat hij zo lang doorslaapt. Dus ze verwachten dat hij wakker wordt. Wij gaan in ieder geval alvast naar school. Dan blijft Ummer bij ze. Hey. Hoi. Hey, Cookie. Ben je wakker? Ben je wakker? Heb je zo lang geslapen? Huh? Heb je zo lang geslapen? Ja.
vallen. Oh, zo leuk. Kijk, ik had die doos van de Glamour met snoep, had ik dus hier gezet. En toen had ik erop geschreven, als je een snoepje neemt, moet je een story plaatsen en Glamour en mij taggen. De leukste story krijgt het cadeau van mij. Dus ik laat jullie nu even zien welke story de meiden hebben gemaakt. Zo. Nog 2 weken geleden, toen heb ik heel spontaan Zeynep meegenomen in de vlog van Organic Hair Salon. Toen zei ik nog van, als jullie een kappertje zoeken in België, dan is zij de beste. En omdat ik haar meegenomen heb in de vlog, heeft ze zo lief een veel te leuk cadeautje voor mij meegenomen. Favoriete parfum. Ik vind het echt helemaal te... Ik vind het veel te gek. Ik kan sowieso heel slecht tegen cadeautjes. Ik vind het heel leuk om te geven. Ik vind het altijd heel erg om te krijgen. Ik vind het hartstikke leuk. Maar ik voel me dan altijd een beetje bezwaard als ik iets krijg. En ze heeft er zo een lief berichtje bij gedaan. Hey lieve Delia. Ja, sorry. Ik had geen tijd om een fatsoenlijk kaartje te kopen. Ik wou je even bedanken voor je onverwachte momentje in de vlog. Voor jou misschien iets heel kleins. Maar je support betekent heel veel voor mij. Succes met de lancering. You go girl. Zeynep van Organic Hair Salon. Ik vind dit zo onwijs lief. Ik word daar gewoon helemaal ontroerd van. Ik vind dat zo lief dat mensen zo dankbaar soms kunnen zijn. En wat ze zegt, voor mij is het een klein dingetje. En ik vind het zo fijn om anderen te helpen. En als dit haar helpt, dan is dat gewoon zo leuk. Nou ja, wilde ik even met jullie delen. Zo leuk. Jullie herinneren nog wel dat meisje van dat doosje die dus gesolliciteerd had met een leuk strik erop. En die is dus net geweest. Dus hun komen bijna dansen daar beneden. Je bent een verademing. Oh, als ze dit ziet. Ja, echt. Oh, leuk. Heel erg leuk. Ja. Superleuk. Zo maken ze niet gauw mee. Nee. Ja, als positief. Top. Heel ja. Positief. Nou, ja. Selma is er ook uit Spanje. Hallo. We zitten hier alles te doen over de ingrediënten. Hallo, Cici. Cici, heb je een beetje zon in je koffer? Ik wel. Ja. Zo, ik heb me even omgekleed. Want we gaan nu richting de locatie waar het event 4 november gehouden wordt. Ik heb het stiekem al eerder een beetje laten zien. Maar ik denk dat velen van jullie niet weten waar het precies is. Want het is echt een hele gave locatie. Dus ik neem jullie mee. Oh, super fijn. Roos die gaat even rijden. Dan kan ik verder met werken. Zo, we zijn er. Hey, hier vraag ik me nog steeds af hoe we dit gaan doen straks. Oh, yes. Ik ga jullie zo uitleggen waar we zijn. Maar dit is de gang dan waar ze doorheen lopen. En dit moeten we dus helemaal mooi gaan aankleden. Als je hier zo loopt, dan denk je echt, Delia, waar ben je beland? Maar jullie komen toch straks ergens? Dat is niet normaal. Het wordt zo geweldig. We hebben alles doorgesproken. Het is zo'n mooie zaal. En het wordt zo gaaf. Ik heb dus net met Mila alles besproken. We gaan er een heel gaaf iets van maken. Daar wil je echt gewoon bij zijn. Door corona moeten we natuurlijk een beetje gaan kijken. Hoe gaan we het doen? Gaan we in shifts werken? Gaan we in groepen werken? We moeten gewoon echt even gaan kijken hoe we het gaan doen. Alles natuurlijk coronaproof. Maar het wordt heel gaaf. Ja. We lopen al een tijdje rond en dit is Mila. Hoi. Van Thema Event. En zij gaat samen met ons het hele event stylen. Het wordt echt heel gaaf. Ze heeft hele gave ideeën. Dus jullie gaan het binnenkort zien. Cookie.
kan je helemaal opvegen. Het is 6:30 en ik ga nu pas bij de praktijk weg. Allemaal calls achter de rug. We moeten echt in een echt vluchtige, nee, zo zeg je dat helemaal niet. Anyway, heel snel moeten we alles nog regelen voor 4 november. Maar dat gaat dan gewoon lukken. Dat gaat gewoon lukken. We moeten nu alleen gewoon keihard werken. Ik heb een beetje medelijden met de meiden om me heen. Maar we're gonna do this. Samen staan we sterk. Ik ga nu naar huis. En maar belt me, waar blijf je, waar blijf je? Ik zie er trouwens echt helemaal niet meer uit. Kijk alsjeblieft niet naar mijn hoofd. Waar blijf je, waar blijf je? Want hij heeft dus super lief eten besteld. Dus ik race nu naar huis en ik zie jullie morgen. Doei doei. De status van mijn woonkamer nu ik beneden kom, Zeentje op bed ligt. Kijk nou, alle etensresten, al het speelgoed, kaarsenhouders van tafel liggen daar. Alles is een chaos, de televisie staat zelfs nog aan. Ik heb eerst even de deur opengezet, laten we de boel even luchten, tegen elkaar opengezet, voor en achter. En dan gaan we nu eerst eens even lekker opruimen. Dit ga je niet menen. Hij is al wakker. En ik wilde net het huis schoon gaan maken. Top dit. Waarom ben je heel wakker? Waarom zo snel? Moest je niet slapen? Ik ruik iets. Ik ruik iets. Ik ruik iets. Oké, kom. Oeh, lekker, lekker, lekker. Hey. Ben jij een beetje aan het stinken? Hè? Ben jij een beetje aan het stinken? Stinken, 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 stinken. Nee, nee, nee. Niet de camera pakken. Niet de camera pakken. Niet de camera pakken. Nee, 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 nee. Kom, we gaan even stronen. Daarom ben je wakker geworden. Je hebt een stinky broek. Oh, overdrijver. Overdrijver. Kijken. Oh nee. Oké, dan viel het mee. Ja joh. Ga zelf even naar beneden. Oh, klimmen. Kom, we gaan kleren uitzoeken. Wat gaan we aandoen? Oké. Hey, we matchen met de broek. Kijk nou even. We matchen met de broek. Wat gaan we nu aandoen? Oh, wacht. Dit gaat niet zo handig. Ja, gaan we maar even checken of de camera het nog doet. Nee. Wat gaan we boven aantrekken dan? De boven. Nee, ik ga achter jou aan. We moeten nog aankleden. Nou, we gaan proberen op te ruimen. Zeentje die helpt in ieder geval, want de rest die hij net heeft laten liggen op de grond, die is hier nu aan het opeten. Hè? Nee, we moeten even snel stofzuigen, want dat is niet de bedoeling, Cookie. Thank you.
krijg uiteraard heel veel huidvragen. Wat super leuk is, alleen die kan ik niet via die DM beantwoorden. Omdat dat vergt heel veel informatie van jou. Zodat ik jou kan helpen bij jouw huidprobleem. Daarvoor heb ik de Skin Questionnaire ontwikkeld. Heb jij een persoonlijk e-book met alle antwoorden die jij wil weten over jouw huid. En hoe ik jou kan helpen aan een mooiere huid. Dus als je even upswipe, dan kom je bij de Skin Questionnaire. Daar kan je al je gegevens invullen. En heb ik een hele vragenlijst met wat ik van jou wil weten voordat ik je advies kan nou vragen. Nou even, hoe? Cute! Ja, ja, cute. Dit zijn zijn eerste schoentjes. Ja, ik heb er inderdaad heel lang mee gewacht. Maar ik vond het zo zielig om van die lompe dingen aan zijn voet te doen. Terwijl die nog niet eens echt fatsoenlijk kon staan. Maar hij kan nu staan. Dus. Ja, we hebben schoentjes aan de voeten. Ja. Ja, leuk hè? Dat is leuk toch? Nou, wij gaan de jongens even ophalen van school. Daarom hebben we ons even omgekleed. Even snel een simpele outfit aan. En dan gaan we de jongens halen. Ja. Zin in? Gaan we je broers halen? Yay! Ik heb maar liefst 4 jongens mee naar huis. Waarvan 1 vriendje. Hey, Boas. Hallo. Ben je gezellig mee? Ja. 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 We gaan eerst even lekker eten, want die jongens hebben al honger. Zo, vriendje is weer naar huis. Krim is nu even lekker aan het oefenen op school. Die heeft even wat extra hulp nodig om op niveau te blijven. Ik heb trouwens op Instagram een hele leuke korting voor jullie staan voor Skoola. Als jullie dat leuk vinden, dan kunnen jullie dat onder een post vinden. We gaan zo douchen, want we moeten weer even. Mama staat er weer eventjes alleen voor. Dus gaan we even om de beurt douchen, want mama moet vanavond hebben we een meeting. Dus ik moet op tijd weg. Ja, maar mama. Ja. We gaan toch avondeten nog? Tuurlijk. Tuurlijk. Maar ik ben eigenlijk heel erg geïrriteerd. Laat ik het daarop houden. Geïrriteerd. Ik vraag er maar 1 ding. En dat is of hij alsjeblieft op tijd wil komen. Zodat ik op tijd met mijn afspraak kom. En hij komt te laat. Dus ik ga nu heel snel haasten. En bij mijn afspraak naar binnen lopen. Gelukkig is het mijn moeder en Rosalie. Maar toch, weet je. Ik hou er niet van om te laat te komen. En dan ben ik gewoon nu degene die te laat is. Oké, irritatie is zo alweer weg. Ik ben nu op de Koemarkt in Purmerend. En kijk, hier hebben ze een heel nieuw soort zaal gemaakt. Het is ook wel leuk om eventueel een volgend event te geven. Als een soort thuiswedstrijd. Het ziet er wel echt heel leuk uit. Door alle drukte en hectiek ben ik helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil nog 1 klein oproepje doen. Want wil jij onderdeel zijn van mijn event? En wil jij als model over een catwalk gaan lopen? Je zal wel denken, catwalk producten, wat is de link daarmee? Maar we willen daar iets heel leuks mee doen. Geef je dan op, alles mag, alles kan. Geef je op via dit e-mailadres die je hier ziet. En wie weet nodig ik jou uit voor 20 september, want dan hebben we een officiële casting. En de modellen die er dan door zijn, gaan mee naar het event op 4 november. Dus mocht je dit leuk vinden, geef je op. En dan zie ik jou 20 september misschien. Doei doei!